Het waterpeil in het Brokkeponde Stuwmeer zal vermoedelijk blijven stijgen vanwege de aanhoudende regenval. Als het water te veel wordt, zal het afgevoerd moeten worden naar de omliggende rivieren. Wat zal zorgen voor nog hogere waterstanden in de rivieren in het binnenland. Dit zei het hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, Sukarni Salons, vandaag tijdens een persconferentie van de ministeries van Openbare Werken, Landbouw, Veeteelt en Visserij en Regionale Ontwikkeling en Sport. Zoals ik de informatie heb genomen van een vertegenwoordiger van Staatsolie, is het peil nu van het Stuwmeer nog niet van die aard. Met nog niet van die aard betekent dat het nog niet overvol is geraakt. Maar de persoon heeft ook aangegeven dat wanneer de neerslag blijft toenemen voor de komende weken, dat ze mogelijk zullen spillen. Met spillen wordt bedoeld het spuien of wordt bedoeld dat het overtollige water zal afgevoerd moeten worden naar de rivieren. En op uw vraag of het peil gaat stijgen, het gaat waarschijnlijk wat stijgen. Ja. Salon zegt verder dat uit metingen is gebleken dat er minder neerslag in het binnenland is gevallen in vergelijking met het kustgebied. Echter heeft de meteorologische dienst niet overal in Brokkeponde en Sipaliwini meetpunten waardoor er geen compleet beeld is van de regenval in het binnenland. Vorige maand was het waterpeil in enkele gebieden zorgwekkend. Er werden beelden gedeeld hierover op sociale media over de situatie.